mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve steenbok. Voor midden april tot midden mei 2024. Het is een algemene reading. Oei, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Ik geloof niet in toeval. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een uitgebreide reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog op een uitbreiding van maken. Nog van meer dan een half uur. Waarbij ik overal nog extra kaarten ga leggen. En waarbij ik ook in de liefde een splitsing ga maken tussen de koppels, de singles en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens jij meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Of op mijn website. Ik ben ook te boeken voor privé-readings. Alle informatie vind je eveneens op mijn website www.soulsearch.be. We gaan eens even zien. Ik heb er al drie. Ik heb glinstering. Niet alles dat glinstert is goud. Het kan zijn dat er iets zich voordoet of aangeboden wordt dat er heel goed uitziet, heel mooi uitziet. Maar als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat soms ook wel zo. Dus vertrouw op je intuïtie. Kijk voorbij hetgene wat er gezegd of getoond wordt. Kijk dieper. Kijk verder. Het zijn niet alleen maar de woorden, maar ook de daden die belangrijk zijn hier. Dus het kan zijn dat iemand een masker draagt, zich anders voordoet, beter voordoet, dan dat hij daadwerkelijk is. Dus wees voorzichtig. Niet alles dat glinstert is goud. Ik heb fantasie. Gebruik je fantasie en reik naar de maan. We hebben krachtige nieuwe maan in stier deze maand. Een mooie maan om te manifesteren. Dus manifesteer je wildste dromen hier en gebruik je fantasie. Wees creatief, denk out of the box. Gebruik je fantasie. Doe de dingen anders, manifesteer de dingen anders. En de stam, een thuiskomgevoel. Hier, ja, voor mij zeker het gevoel van thuiskomen. Hier weet je waar je plek is, waar je je thuis voelt, omringd door de juiste mensen. Je soul tribe energie. Je weet wat jouw taak is, je kunt eraan voldoen. Dus een thuiskomgevoel. Of gaan we een stam creëren? Een gezin, een stabiliteit. Oké. We gaan het zien. Voor mijn lieve steenbok. Professioneel. Wat is de belangrijkste boodschap? Professioneel voor de komende periode. De koningin van pentakels. Hier stel je je afhankelijk op van een baas, een bedrijf, een structuur. Ja. Stier maakt steenbok energie. Dat kan spreken over een bepaalde onzekerheid over je professionele situatie. We gaan het zien. Financieel, mag ik weten. Financieel. Voor mijn lieve steenbok. Het Rad van Fortuin. Ondersteboven. Nee. Een terugkerend probleem. Iedere keer op dezelfde rotonde, dezelfde vraagstukken. Een terugkerend probleem dat zich hier aandient. Of dan wel, het tij gaat keren, maar nu nog niet helemaal. Het is nog even niet het juiste moment. We gaan het zien. En in de liefde. Wat mag ik weten in de liefde? En we vormen even steenbok. De duivel, ondersteboven. Heel mooi. Hier ben jij. En ondersteboven spreekt inderdaad over vrij van angst. Vrij van een verslaving. Vrij van een toxische situatie. Hier laat je de dingen los die jou niet meer dienen. Bevrijd je van mensen die van jouw goedheid profiteren. Oké. Ik ben heel benieuwd. Onderop heb ik de zeven van pentakels. We hebben een tijd zitten analyseren. Wat willen we nu? Waar willen we onze energie nog insteken? Wat werkte wel? Wat werkte niet? En hier heb je een beetje plat geanalyseerd. Je bent uitgeanalyseerd. Het is tijd om de conclusies te trekken. Oh, de keizerin. Overvloed creërende hier. Oké. We gaan even verder graven. Professioneel verklaar deze koningin van pentakels. Stier maakt steenbok energie. Wat ik al zei, iemand die zich emotioneel, financieel afhankelijk kan stellen. De tien van pentakels, de koningin van kelken. Heel mooi. En de koning van staven. Oké, met de tien van pentakels werken we hier voor een hele stabiele structuur. De tien van pentakels, je werkt hier aan overvloed, een nalatenschap opbouwende. Of voor een heel stabiel bedrijf hier. Met de koning van staven, ik heb hier een manager, een leider, een bedrijf, baas, ja. En de koningin van kelken.
De koningin van Kelk is de liefdevolle koningin. Is de persoon waar iedereen zo naartoe komt met zijn of haar verhalen. En zij is zo de rots in de branding, het luisterend oor. Dus ik snap niet waar je je onzeker over voelt hier. Ik heb hier namelijk heel veel stabiliteit. Stel je je kwetsbaar op, ben je afhankelijk van een bepaald bedrijf, zie ik het probleem hier niet. Er hoeft ook zeker geen probleem te zijn natuurlijk, maar... Verklaar de 10 van Pentakels. Ga je voor een bedrijf werken? Met de koning van Staven voor een baas. Dat kan voor sommigen kan dit een promotie zijn. Dat we inderdaad eerder een leiderschap of managementfunctie. Twee koningen hier. Heel stabiel bedrijf of baas. Of instantie. Ja. Voor sommigen. Oké. Met de 3 van Pentakels ondersteboven. Dus ja, ik heb hier een heel stabiel bedrijf, baas en zo. Maar met de 3 van Pentakels, de communicatie loopt een beetje slecht. Het is niet heel constructief naar de toekomst. Nou, voor sommigen heb ik hier... Gaan we met pensioen? En je veel meer focus en richten op jezelf en je familie en je gezin. Ben je onzeker om je afhankelijk op te stellen hier? Ja, en toch met de 3 van Pentakels. Het is niet constructief, ik laat de 3 van Pentakels. Samenwerking loopt stroef hier. Terwijl het iedereen staat recht overeind, dus daarmee zie ik het probleem niet. We pakken een concurrentiestrijd op een andere manier aan. Een samenwerking pakken we op een andere manier aan, zodat het... De koning van zwaarden. Oké, nu krijgen we inderdaad wat kritischere energieën en de verlossing. Oké, voor sommigen verlos je van een niet-constructieve samenwerking, partnerschap. Waar collega's een beetje ellebogenwerk doen, waar je een hele kritische baas hebt. Of een heel kritische instantie of bedrijf. Daar verlos je je van. Oké, nu heb ik het door. Voor heel veel stabiliteit, een goede baas, een juiste persoon. Waardoor je veel meer in je gevoel kan zitten. Waardoor je uit die onzekerheid komt. En dit voelt ook wel geleid door zelfliefde en zelfzorg. Oké, mooi. Financieel hebben we het Rad van Fortuin ondersteboven. De Magier, Ram-energie. De Hoogpriesteres, Vissen-energie. Ondersteboven allemaal. De 2 van Kelken, de 6 van Zwaarden en de Gerechtigheid Weegschaal-energie. Met de dood onderop. Oké. Ik heb hier, als we een terugkerend probleem hebben, financieel, nemen we hier een beslissing om iets te beëindigen. Te transformeren. Ik heb eindelijk gerechtigheid. Voor sommigen heb ik hier een officiële uitspraak. Wat iets beëindigt. Een terugkerend probleem beëindigt. Een karmische cyclus beëindigt. Dus je neemt hier een hele evenwichtige beslissing. Op de een of andere manier, ik weet niet waarom, maar stiekem. Met de hoogpriesteres ondersteboven en de magier. De magier spreekt over een manipulerende energie. Iemand die zijn magische krachten verkeerd gebruikt. Voel je je gemanipuleerd ergens in, neem je een beslissing. Maar die beslissing hou je een beetje voor je. Om te varen naar rustige waters. Hier met de 6 van zwaarden, je weet wat je wilt. Je hebt je gedachten op één lijn. Je weet welke kant je opvaart. Maar daardoor laten we vaak ook iets los. Je vaart hier eindelijk naar rustige waters. En met de 2 van Kelken, verliefdheid, verliefd zijn, een soulmate connectie, een goede partnerschap. Dus je neemt hier een evenwichtige beslissing voor een juist partnerschap. En voor mij ook om weg te lopen van stugge energie, manipulerende energie. Ja. Ik wil toch even kijken waarom stiekem. Verklaar stiekem. De hoogpriesteres van ondersteboven kan spreken over stiekem, maar het kan dus ook spreken over de waarheid die juist boven tafel komt. Komt de waarheid boven tafel, waardoor we een beslissing moeten nemen en weg moeten varen van een terugkerend probleem? Dat kan. Ik heb hier de dood, dus stiekem beëindigen we hier inderdaad iets. Dat kan professioneel zijn.
Met de koning van Kelken ondersteboven. Dit is soms iemand die... Dat kan spreken over bedrog. Dat kan spreken over iemand die emotioneel niet helemaal stabiel is. Dus oké. Okay. Hou je de dingen een beetje voor je, omdat je iemand niet... Omdat iemand de informatie misschien niet aan kan. Terwijl dat jij ondertussen nieuwe zaadjes aan het planten bent en rustig een andere kant op aan het varen bent. Je houdt iets voor iemand die emotioneel nog niet stabiel is. En wat je hiervoor houdt is misschien een einde, een belangrijke transformatie. Financieel. Oké. In de liefde verklaar de duivel ondersteboven. Bevrijd van angst, bevrijd van patronen, van toxische situaties of mensen. Verklaar de duivel in de liefde. Van de liefdesdemok. De schildknaap van zwaarden. Oké. Heel berekend. Normaal is dat een beetje mijn ja-maar-kaart. Van ja, ik weet wel dat ik dat moet stoppen of moet loslaten of... Maar durf ik dat wel? Kan ik dat wel? In dit deck is die veel besluitvaardiger en ik weet wat ik wil. Ik weet hoe ik het wil. En ik ga het doen met de aas van pentakels. Ik heb een cadeautje van het universum. Een nieuw begin. Tastbaar en concreet. De koningin van pentakels. Werk en privé kan gelinkt zijn hier. Ik heb hier een cadeau. Constructieve samenwerking. Is werk en liefde gelinkt? Dat kan, want ik had hier... ik had hem eerder in het financiële, maar dat kan ook. In het financiële. Dit kan een financiële meevaller zijn. Een job, een nieuwe stabiliteit. En ja, wat ik zeg, jij weet heel berekend wat jij hier wilt en hoe je dit gaat doen. Verklaar de aas van pentakels. Wat is dit cadeautje van het universum? De 9 van zwaarden. De 7 van kelken. Super. Je komt hier uit een verwarring, uit... Ik weet niet meer wat ik wil of wie ik wil hier. Ik heb een koning van zwaarden. Dat kan absoluut een zakelijk persoon zijn hier die jou hier iets aanbiedt. Waardoor je uit een bepaalde verwarring komt van, goh, welke dromen heb ik nog? Wat wil ik nog? Dat kan een persoon zijn. Iets nieuws waardoor je ineens weet van, goh, jij bent het. En dit creëert betere tijden. We hebben wakker gelegen, we hebben slapeloze nachten gehad. Ik heb hier betere tijden. Dus het kan een nieuwe job zijn, waardoor je inderdaad veel meer in zelfliefde, zelfzorg, veel meer in balans vindt tussen werk en privé, veel meer jezelf op nummer 1 zet hier. Van ja, oké, ik neem het aan, maar ik ga me niet kapot werken zoals bij de vorige. Ik doe het niet. Je stelt grenzen hier voor mijn gevoel. Want je weet wat je nodig hebt voor jezelf. Je zorgt voor jezelf. Voor anderen. Oké, heel specifiek. We stoppen met roken of met drinken, want we zijn zwanger. Dat kan. Hier absoluut. Stoppen met pillen. Ik weet niet waarom. Slaappillen doen we niet meer. Of dan wel alcohol. Voor een zwangerschap. Dat kan zijn dat je je daarbij laat helpen door een... Zakelijk persoon. Iemand die kennis van zaken heeft hier. Oké, hele andere specifieke boodschap. Voor anderen is er... Voor mij de koningin van pentakels is iemand, nogmaals, die zich financieel afhankelijk opstelt van iemand. Krijg je hier... Een aanbieding, een ring, een ding. Waardoor je financieel wat meer stabiliteit creëert voor jezelf. Met iemand. Dat kan. Ik laat de schildknaap van zwaarden. Voor sommigen gaat het over kinderen. We kiezen hier heel bewust voor kinderen. Voor anderen kiezen we hier voor een nieuw avontuur. Spannend. Buiten de comfortabele zone. Als dit een nieuwe liefde is, begint het als een avontuur, als iets spannends, aantrekking. Je beschermt hier ook echt wel hetgene... wat ik zeg, je doet de dingen hier heel berekend. Van oké, ik wil wel werken, maar
het minimum, want ik wil ook zelf zorg, want ik wil ook kiezen voor familie, de stam, mijn gezin of de kinderen. Je bent hier zuinig, je beschermt jezelf van oké, dit is hetgene wat ik nodig heb, dit is mijn me-time, dus heel ja, beschermend. En met de maan, vis geeft energie, heb ik hier, je beschermt jezelf een beetje. Als dit nieuwe liefde is, er zijn veel gevoelens die een beetje onderdrukt worden hier. Er komen wat angsten boven water. Maar met de ster, dit stond in de sterren geschreven. Wow, ik heb 4 grote arcanes achter elkaar. Stond in de sterren geschreven, dit creëert heel veel heling en er is wat geduld nodig. De keizer en de zegenwagen, volg als vooruit. En voor sommigen is het een nieuwe plek, een nieuw huis. Maar daardoor op de een of andere manier, het voelt allemaal rustiger. Je zorgt hier voor jezelf. Je bemoedert jezelf. Of je bemoedert hier iemand. Dus helderheid, bevrijd van angst. Ook al heb ik die angst hier wel nog een beetje liggen. Bevrijd van een verslaving. Een nieuw avontuur. Oké. Een cadeautje van het universum. Wat is het advies voor mijn lieve steenbok voor de komende periode? De 4 van pentakels. Gebruik je hulpmiddelen verstandig. Wees zuinig. Weet wat je nodig hebt, het minimum. Zorg voor een evenwicht tussen geld uitgeven en geld sparen. Help mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij. Ja, ik heb eerder zuinig. Alhoewel, dit cadeau ziet er wel goed uit. Nee. Dan mag ik wel eens advies mee. De 8 van pentakels. Doe meer onderzoek voordat je verder gaat. Educatie in de vorm van seminars, teruggaan naar school of stage. Uitstekend vakmanschap en langere termijn projecten. Dit is hard werken vanuit bezieling, vanuit passie. Maar voor mij ook zeker niet ten koste van jezelf hier. Vernieuwing. Kijk goed naar het verleden en naar het heden om een prachtige nieuwe toekomst te creëren. Je levensdoel inzien. Oordelen over jezelf en anderen loslaten. En evenwicht. Neem ieders bijdrage mee in je beslissing. En dat heb ik in de beslissing hier in het financiële. Het is een evenwichtige beslissing. Ja. Combineer verschillende gezichtspunten en creëer zo de betere oplossing. Neem de tijd, er is geen reden tot haast. Neem de tijd, ik zie inderdaad zeker geen overhaasting. Hier de koning van zwaarden, soms is dat een adviseur. Dus het kan zijn dat voor dit nieuwe begin laat je adviseren. Of misschien moeten we hier naar een notaris, een officieel zakelijk persoon om een nieuw begin te creëren, om de dingen op orde te brengen hier, om financieel een bepaalde stabiliteit te creëren, om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Aha, dat kan. Wat mag ik nog weten voor mijn lieve steenbok? De nieuwe maan in steenbok. Dus rond jouw verjaardag. Sta op en neem het voortouw. Nou, de leidinggevende energie, leidingnemende energie heb ik inderdaad ook wel in het professionele. Sta op en neem het voortouw. Neem de leiding. Neem de controle. Wellicht is er iets rond jouw verjaardag gebeurd. Of gaat dat nog gebeuren? Is de periode midden december, januari belangrijk voor jou? Buiten dat het je verjaardag is. Welke engelenboodschap mag ik als afsluiting hiervan nog meegeven? Ik ga hier verder op borduren. Dus mocht deze reading voor jou resoneren, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Even kijken, ik heb transformatie. Door de allesomvattende liefde die je omarmt, transformeer je in een steeds groter licht, een steeds grotere eenheid en een steeds grotere wijsheid. Transformatie. Die heb ik hier, ja. En aartsengel Uriel. Er is een prachtige spirituele transformatie gaande in zowel jouw leven als in onze wereld. Dit is de vereniging van hemel en aarde, geest en materie. Hart en verstand verenigen zich in een balans, in een evenwichtige balans. Balans, evenwicht creëren, zelfliefde heb ik hier vooral. Heel mooie energie. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hier verder op borduren. Je mag me dus volgen, de link vind je in de beschrijving, zo niet. Ik wens je een magisch mooie periode toe.
Sta op en neem het voortouw. Neem dit cadeautje van het universum aan met beide handen. Het is een verlossing, een versie 2.0 dat herrijst uit de dood. Een nieuwe wedergeboorte voor mij. Vanuit zelfliefde en zelfzorg. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.